dat is een voorbeeld van de nieuwe lantaarnpalen, de nieuwe kleur. Hij is grijs, zoals je ziet. En de kap, die is dus vervangen. Persoonlijk vind ik het niet echt een heel mooi gezicht, omdat de paal duidelijk een stuk ouder is en de kap echt heel erg nieuw. Het is de brief van 5 november 2015, waarin staat dat binnen een week de armaturen van de lantaarnpalen vervangen worden door LED-armaturen. En dat, dat de masten in antracietgrijs geschilderd worden. En we hebben op een gegeven moment een brief geschreven met de vraag of daar niet iets aan veranderd zou kunnen worden, of we daar niet in gekend zouden kunnen worden. Nou, dat voordat we eigenlijk iets konden zeggen, was het al gebeurd, want inderdaad, binnen een week waren ze grijs. Ja, dat was hartstikke mooi groen. Dat hoorde bij de straat. De leuningen zijn groen. Alles wat groen is, moet groen blijven. We hebben weer een mooi sticker. Oh, die had ik, ja, hier. En dan worden ze in een lelijke grondverf gezet. Afschuwelijk. Het is zomaar op ons bord gegooid. En iedereen die was stom verbaasd. Alles is groen. En alle andere traprelingen en dergelijke, hekjes. En nu is dat ineens grijs. Ze doen maar. Ja. Dan in één keer heb je weer grijze lantaarnpalen en dan doen ze weer zus en weer zo. Ja. We worden ook heel slecht geïnformeerd, vind ik, over dat soort dingen. Hebben jullie zelf al erover nagedacht om een kwast te pakken en het zelf te doen? We hebben het daar zijn wij dan al te braaf voor, maar geloof dat, ik. Ja, weet je, het zijn ook net de burgers. We willen het graag via de normale weg doen. En een brief naar de burgemeester gestuurd, misschien dat hij vindt van, nou jongens, dat kan niet. Is het niet wat veel ophef over een kleur van een paal? Ja, ja, op zich wel. Ook. Alleen het is zo van, wij wonen hier. En wij vinden groen mooi. En het is ons zo medegedeeld, een of ander briefje, arrogante tekst, dat het dus zo blijft. Want dat het overal zo is en dat er voor de dorpsstraat, zeker voor de dorpsstraat, geen uitzondering wordt gemaakt. Kijk, en dat stoort ons. Er is stedelijk besloten om in Rotterdam te werken met een Rotterdamse stijl, om meer rust, eenheid en herkenbaarheid aan te brengen in de buitenruimte. Dus dat is blijkbaar de prioriteit, rust, eenheid en herkenbaarheid. De historische elementen zijn onderdeel van de Rotterdamse stijl. Dus blijkbaar het hekwerk niet, maar de lantaarnpalen wel. Om die reden zijn de lantaarnpalen grijs geverfd. Om die rust, eenheid en herkenbaarheid te behouden, dat wordt dus blijkbaar voor ons bepaald, kiezen wij ervoor om geen uitzonderingen toe te staan. Dit geldt ook voor de Dorpsstraat. Men beslist, men wikt, men bepaalt. Maar wij wonen hier.